Naar je eerste kunstwerk, tenminste één van de eerste kunstwerken. Ja, ja, ja. En jouw thema's zijn geïnspireerd door de Antillen. Ja, ja. En daar heb je een speciaal verhaal over. Kun je dat vertellen? Mijn man komt van Curaçao en zijn familie woont daar nog, tenminste een groot deel van de familie. Dus wij gaan regelmatig naar Curaçao op vakantie, op familiebezoek. En dat jaar nadat ik ziek was geweest, toen zijn we die vakantie ook naar Curaçao gegaan. En toen we eenmaal weer thuis waren, toen ben ik begonnen met tekenen eigenlijk. Gewoon in de computer, met de muis. Dus hele simpele, wiebelige plaatjes. En dat waren het soort tekeningen die de basis werden voor mijn schilderijen. En die tekeningetjes, daarvan dacht ik zelf, dat is leuk om te gaan zeefdrukken. En omdat ik geen ruimte had om te zeefdrukken en ook dat niet kon vinden, heb ik een schilderij gemaakt om even te kijken hoe dat nou, ja, zo'n klein plaatje op je beeldscherm, hoe dat in het groot eruit zou zien. Nou ja, dat was leuk. Dus dat was op een oude boekenplank met verf van de kinderen. Dat ding stond bij ons in de hoek van de kamer. En als het aan mij had gelegen, was het daar gewoon bij gebleven. Maar iedereen die dat ding bij ons in de kamer zag staan, die zei, oh wat leuk, en heb je dat op Curaçao gekocht? En ze zei ik, oh nee, gewoon wat geprobeerd, dat heb ik gemaakt. En mijn omgeving stimuleerde me eigenlijk om verder te gaan, om te gaan schilderen. En ik had nog niet zo het gevoel dat schilderen zo mijn ding was. Maar ik ben toen toch begonnen en het eerste wat ik ontdekte was dat ik het heel leuk vond om te doen. En de reacties bleven enthousiast en mensen zeiden je moet gaan exposeren. En ja, als vrienden dat zeggen, dan hecht je daar niet zoveel waarde aan. Ik had zelf helemaal niet het idee dat het nou zoveel voorstelde. En toen heb ik wat foto's naar een galerie op Curaçao gestuurd, waar wij zelf ook waren geweest. En die eigenares zei, stuur maar wat op. Ik heb geen idee hoe het publiek erop reageert, want het is zo anders dan anders. Maar ik vind het leuk, dus we zien wel. Toen heb ik 3 of 4 kleine schilderijtjes opgestuurd. En na een paar weken kreeg ik een e-mailtje dat ze goed waren aangekomen. En een week later kreeg ik een e-mailtje dat er 2 verkocht waren. Ik denk, nou ja, als dat zo gaat. Dus toen ben ik verder gaan schilderen. En toen is het eigenlijk heel hard gegaan. Ja, je hebt mij wel eens verteld dat het schilderij ook gebaseerd is dus op jouw schoonmoeder. Ja. Die eerste vrouwen die ik schilderde, dat waren allemaal stevige, donkere vrouwen met krulspelden in het haar. En ik heb niet heel bewust mijn schoonmoeder geportretteerd, maar toen ik haar wat foto's stuurde, toen belde ze meteen op en ze lag helemaal in een deuk. En oh, dat ben ik, riep ze. En dacht ik, ja, eigenlijk wel. Zij, voordat zij naar bed gaat, dan gaan de krulspelden erin. En dan de volgende dag, dan gaat ze eerst in het huis aan de gang en als dan de boel schoon is. Dan gaan de krulspelden eruit. Doen meer Antilliaanse vrouwen dat nog? Want wij deden dat hier heel vroeger ook. De vrouwen gingen zelfs boodschappen doen met en dan een hoofddoekje met die krulspelden. Daar moet je niet aan denken. Maar doen ze dat daar nog steeds? Of is het echt een typerende eigenschap van je schoonmoeder? Nou, het schijnt vroeger ook wel vaker gezien te zijn, hoor. Zij gaat er ook nu niet mee naar buiten. Vroeger was dat ook heel normaal, heb ik wel eens gehoord. Dan gingen ze daar ook gewoon mee boodschappen doen. Maar dat is eigenlijk een beetje uit de straat. Maar ze zijn heel erg aandoenlijk. Ja. Het is echt een hele aandoenlijke vrouw. Ik weet niet of zij ook zelf ook zo aandoenlijk is. Dat daar ook een stukje gevoel in ligt. Het is een hele warme vrouw. Want je schildert karakters. Dat heb je misschien zelf niet zo in de gaten. Maar je schildert echt karakters, iets met uitstraling. Ja, misschien wel. Het zijn niet zomaar statische poppetjes die je schildert. Dat vind ik en dat vinden een heleboel mensen vinden dat. Ja, ik ben niet heel bewust bezig met de karakters van de vrouwen die ik schilder. Ja, ik zeg zelf... Nou, je geeft ze bezieling. Ja. Misschien moet ik het zo zeggen. Nou, dat hoor ik wel altijd van anderen, ja. Ja. En mensen worden er vrolijk van, is iets wat ik ook heel vaak hoor. Dus er gaat wel iets van uit. Ja, en mijn hart ligt er wel in. Dus dat is misschien de bezieling. Die je voelt, jouw bezieling. Ja, en die anderen ook zien. Want je weet als Europese vrouw heel goed het sfeertje weer te geven. Ja.
van de Antillen. Dat blijkbaar wel. En ja. Vooral ook wat ik persoonlijk, als ik er naar kijk, dan zie ik ook jouw positieve instelling, ja. jouw levensvreugde zie ik ook in de schilderij. Ja. Jouw kleur, je bent een kleurrijk mens. Ja. En het positieve, dat is waar we het net ook al over hadden, heeft jou ook door die moeilijke periode heen getrokken. Ja. En ja. Het is, wanneer ik naar je schilderijen kijk, dan spettert het je echt tegemoet, ja. heel kleurrijk. Ja. 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 Maar dus in de Antillen is het allemaal begonnen. Ja. En uiteindelijk ben je zelfs, heb je al geëxposeerd in New York. Ja, klopt. In midden in Manhattan, in Chelsea. Echt het kunstdistrict van New York. En dat was... Het mekka van de kunst. Ja, bij Agora Gallery. En dat was ook mijn allereerste expositie. Mijn werk werd al wel hier en daar verkocht, maar ik had nog nooit echt een expositie gehad. Dus dat was de eerste expositie en meteen midden in New York. Dus ik was verschrikkelijk zenuwachtig. Ja. En ik durfde ook niet bij mijn werk in de buurt te komen in het begin. Ik wilde niet horen wat mensen erover zeiden. En na een tijdje zeiden mensen wel, kom, want ze vinden het leuk. En dus toen ben ik wat dichterbij gaan staan. En toen kwam ook de eigenares van de galerie. Die begon met mij erbij mensen gewoon te vragen, wat vind je ervan? En dus toen kwam ik wel een beetje los. Toen had ik er wel vertrouwen in. Maar het was een geweldige ervaring. Ja, ja. Nog steeds bescheiden, hè? Ja, ja. Ja, nou, nog steeds bescheiden. Maar en toen heeft het eigenlijk een behoorlijke vlucht genomen, hè? Want je hebt ook wat merchandise, noemen ze dat, hè? Ja, ja, bekers, ja. Maar als ik jou nou de vraag stel, hè? Bijvoorbeeld, we hebben de dames van de Blond Service. Ja, ja. Als ik nou bijvoorbeeld aan jou vraag van, wat vind je leuker? Zou je de doeken inruilen voor een servies? Om te doen bedoel je? Of nou ja, stel nou voor dat je inderdaad ook serviezen zou mogen maken. Ja. Want ik weet persoonlijk niet wat de dames van Blond, want volgens mij doen ze niets meer op doek, maar alles alleen maar in artikelen. Ja. En dekbedden en dergelijke. Zou je zover gaan? Of zou je zeggen, die doeken, dat blijft? Ja, dat blijft sowieso. Ik wil gewoon blijven schilderen op doek. Ja. Ja. En dan de merchandise zou je erbij willen doen? Ja, 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 graag. Ja, dat is leuk. Dat is leuk om te doen. Ja, het zou leuk zijn als de hele Antille een leuk servies voor jou heeft. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, een Kenwood servies. Ja, ja. Ja, ik persoonlijk vind dat het potentie heeft ervoor. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ja. En dat het ook tijd wordt nu dat het bij een groter publiek... net wat we al zeiden, je bent al in New York geweest. Je bent al bekend op de Antillen. Want ik heb begrepen dat daar nog meer potjes op het vuur staan. En dat je nog meer exposities gaat krijgen. Ja, ja, ja. En hier in Nederland wordt het nu toch ook eens tijd... Je hebt wel iets gedaan hier in Nederland voor Stichting Wiesje. Ja, klopt. Ja, ja. Ik werd benaderd om ook een schilderij daarvoor te doneren. Het is de stichting van Gerda Havertong. En ze zamelen geld in voor dementerende ouderen in Suriname. Mm-hmm. Daar was daar heel weinig kennis over en weinig mogelijkheden. Dus dat, op die manier doet zij daar iets aan. Dus op die manier probeer ik toch aan zo verschillende doelen mijn steentje af en toe wel bij te dragen. En het blijkt toch ook wel dat mensen in Nederland mij steeds meer weten te vinden. Dat merk ik wel heel goed. Ja, want jouw schilderij, wat je toen ter beschikking hebt gesteld, dat is door de... Nee, ja. Want ik stel jou die vraag omdat je nu wederom bereid bent om een schilderij ter beschikking te stellen. En dat is eigenlijk het schilderij waar we hier eigenlijk al net naar gekeken hebben. We zullen het straks wat beter laten zien. We doen dit samen met Koffieleutjes. Het gaat zo goed met mij in alle opzichten. Dus het doet mij ook goed om af en toe iets voor een ander te doen. Op die manier. Ja, nou ja, ik hoop dat de kijkers, dat die inderdaad overtuigd zullen zijn. Ja. En dat ze dus ook inderdaad gaan bieden op het schilderij. Ja, dat hoop ik ook. Trudy, we zitten hier nu voor het schilderij. En dit is het schilderij wat jij beschikbaar hebt gesteld voor Pink Ribbon. Ja. De opbrengst van dit schilderij gaat dus naar Pink Ribbon. Ja. En de mensen mogen dus een bieding doen. Dat kunnen ze doen via Koffieleutjes. En aan het eind van deze maand, dus 30 oktober, dan gaan wij bekendmaken wie het hoogste bod heeft uitgebracht. Kun je iets vertellen over het idee?
Nou, het is wel helemaal mijn thema. Vrouwen. Ik schilder het liefst vrouwen met wapperende haren of wapperende doeken. Dus ik wilde wel gewoon bij mijn eigen thema blijven. En ze zitten gezellig aan de thee. En ik heb ze voor de gelegenheid een roze lintje opgespeld. dus het ging ook heel snel. Het moest snel geschilderd worden. En het stond er ook zo op. En dan meestal ben ik dan ook het meest tevreden als het gewoon snel op het doek staat. En dit is het geworden. Ja, hij is echt fantastisch. En ik zou zeggen, dames en heren, alsjeblieft, sta erbij stil hoeveel mensen er jaarlijks overlijden en dat er nog steeds meer onderzoek nodig is. Pink Ribbon heeft hier een groot aandeel in. En het is nu de maand van de borstkanker. En heel veel mensen zijn al iemand verloren aan deze vreselijk nare ziekte. Trudy heeft het overwonnen. En het resultaat, ja, dat zijn deze mooie kunstwerken waar zij heel veel liefde in steekt. Dus laat ons niet in de steek en bieden. Dat was het, hè? Ja. Ja. Nou, en dan bedank ik Trudy van harte voor dit interview. Dos y más pasar humana, hay un carta que hay que escribir la que no sin mami más. Mía sin